Wat super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik je laten zien hoe een heel erg leuk net leren rokje maakt. Zo ziet het dus uit. Zoals je ziet is de bovenkant heel erg leuk gerimpeld. En dat doen we door middel van elastiek. Dus wil je nou ook zo'n leuk rokje maken thuis? Blijf dan gezellig kijken en laten we gaan beginnen. En de dingen die je nodig hebt om het rokje te maken. Je hebt namelijk leer nodig, elastiek, een meetlint, een stofschaar, speldjes en een naaimachine met garen en een spoeltje. Eerst moet je bij jezelf meten hoe lang je rokje wilt. Ik wil hem zelf 50 centimeter, dus ik knip mijn leer 50 centimeter bij een meter. Ik zei natuurlijk net dat je het leer een meter lang moest maken, maar dat is natuurlijk veel te groot. Maar omdat we hier zo meteen elastiek in gaan zetten, gaat het rokje een stuk kleiner worden, doordat het helemaal in de rimpel. Dus je moet hem wel gewoon een meter lang maken. Nu gaan we de goede kanten op elkaar leggen. En dan spelden we dit vast. En dat kun je dan ook gaan naaien. Als je de achterkant van je rok hebt dichtgeknijpt, dan moet je even het elastiek meten. En dat kun je dan gaan naaien. Als je het elastiek hebt genaaid, heb je een rondje. En dan mag je daar op 4 punten een speld zetten. En dan kun je hetzelfde doen bij de rok. En die 4 punten ga je nu met elkaar verbinden. Maar zorg dat je 2 centimeter of 3 centimeter, dat kun je zelf kiezen, van de bovenkant speld. We gaan dit zo naaien en dan naaien van punt naar punt. En tussen die punten zit dus nog heel veel ruimte. Maar als je aan het elastiek rekt, gaat die ruimte weg. Dus onder het naaien trek je aan het elastiek. Ik heb het elastiek er nu achtergenaaid zoals je kunt zien. En nu komt het er dus zo uit te zien. Ik vind het echt super leuk uitzien. Nu gaan we hem nog eventjes deze kant vaststikken. En dat doen we eigenlijk op precies dezelfde manier. Je legt zo meteen het rokje onder de naaimachine. En dan ga je eigenlijk weer trekken totdat het glad is. En dan ga je weer naaien. Even alle draadjes losknippen natuurlijk. Dit ook helemaal doorgestikt en nu ziet het er dus zo uit. En nu is het er dus ook al helemaal klaar. Want leer hoef je niet af te werken, want dat rafelt natuurlijk helemaal niet. Dit was dan weer het einde van deze video. Ik hoop dat je hem er leuk vond. Vergeet er geen like te geven. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. Vergeet ons ook zeker niet te volgen op social media, op Instagram en op Facebook. Alle twee onder de naam Knipgirls. Vergeet ook niet de filmpjes van de andere meiden te bekijken, want die zijn ook echt heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je gauw weer in mijn volgende filmpje. Doei!